iedereen, welkom bij MindTheVoice. Als het goed is, heb je reeds de video gezien met de algemene handleiding van de MindTheVoice SWT Trainer. In deze video geef ik meer uitleg over de verschillende levels van dit geweldige stemtrainingsinstrument. We hebben maar liefst 15 levels om in te trainen. Alle levels kan je vinden in het doosje dat met de SWT Trainer wordt bijgeleverd. Bij level 1 zijn alle gaatjes geopend. Hierbij krijg je het minste weerstand tijdens het produceren van klank. Level 2, 3, 4, 5 werken op basis van het afsluiten van één gaatje. Hoe meer afstand de lucht moet afleggen om uit de gaatjes te kunnen ontsnappen, hoe meer weerstand je zal ondervinden. Level 5 zal dus moeilijker zijn dan level 2. Level 6, 7, 8, 9, 10 en 11 werken op basis van het afsluiten van twee gaatjes. En level 12, 13, 14, 15 sluiten maar liefst drie gaatjes af. Dit betekent dat je bij level 15 klank zal maken met het meeste weerstand vanuit de SWT Trainer. Lukt het niet om klank te produceren in de hoogste levels, dan betekent dit dat je te veel keelspanning genereert of ademdruk geeft bij het vormen van je klank. Dit kan geen kwaad, want geen klank betekent dat je je stembanden ook niet beschadigt. Geef jezelf tijd en zoek de juiste setting om toch klank te kunnen vormen in de hoogste levels, maar bouw traag op. Je mag dus zo vaak als je maar wilt oefenen. Op die manier gaan je spieren, ademhaling, strottenhoofd en stembanden leren samenwerken om op een ontspannen, gezonde en vrije manier klank te leren maken. Veel succes en bestellen kan je hem via onderstaande link.